Ik woon hier met Astrid. Dat is mijn partner en met mijn dochter. Ik denk dat je gezin gewoon belangrijk is omdat het rust moet geven. Het moet je even halen uit zeg maar de dagelijkse sleur. Want binnen de voetballerij is het gewoon hectisch. Dus als ik thuis kom, dan heb ik ook het gevoel van nou is het even klaar. Nou moet het even zo zijn dat je kunt relaxen, ontspannen. En dan moet je je veilig voelen. Of het dan hier thuis zo is met twee vrouwen om je heen, dat je dingen wat sneller oppikt. Ja, dat weet ik niet. Het is nu heel toevallig dat ik nu met vrouwen werk. Maar... Je hebt natuurlijk een dochter die is 18. Die zal misschien met dezelfde dingen te maken hebben. Die speelsters van jou ook meemaken. Ja. En toch denk ik dat ik in mijn werk net nog weer iets anders ben als dat ik thuis ben. En waar dan de nuances zitten, dat moet je me niet vragen. Want dat is hartstikke lastig. Maar ik denk dat ik wel redelijk duidelijk ben in wat ik wil. En soms misschien wel eens te zakelijk. En dat is thuis, zal dat wel iets anders zijn. Boven in zijn kantoor bewaart Engelkes zijn waardevolle herinneringen en prijzen. Behaald met AZ en het Nederlands elftal. Ik hoef niet hier in mijn woonkamer allerlei dingen te hebben. Dat boeit me niet. Daar heb ik ook niet zoveel behoefte aan. En, weet je, ik ben daar wel trots op, maar dat hou ik dan wel voor mezelf. Het is voor mij mijn werk en ik ben daar super trots op. Maar het hoeft niet zo te zijn dat ik dat nou ergens neerleg en denk van nou jongens, kijk eens wat ik allemaal heb. Met Eva. Eve, goedemorgen met Ed. Hey. Hoi. Goedemorgen. Hoi. Even kort sluiten over vanmiddag. De kamer gaat heel goed, dus die zou alles mee kunnen doen behalve in het duel voor hem. Oké. Okay. Dus afhankelijk hoe de training eruit ziet. We hebben eventueel kracht, hè? Ja, nou dat kunnen we dan combineren. Dus dan kunnen we wat korter op het veld of wat later op het veld, maar wel eerst binnen zijn. Maar ik wil eigenlijk niet langer dan een uur buiten zijn, want het is gewoon te koud. Ja, het is echt koud, ja. Oké. Okay. Naast trainen van de vrouw is Engelkes ook bezig met de cursus coach betaald voetbal. Voor die cursus neemt hij zijn werk op om te laten beoordelen. Engelkes legt ziel en zaligheid in de ontwikkeling van het team, maar dus ook in zichzelf. Ik wil gewoon het hoogst haalbare binnen mijn carrière halen. En dat is op dit moment dit geweest. Hè. Ik heb een EK gehaald met het Nederlands vrouwenelftal. Drie keer kampioen geworden met AZ, de beker gewonnen. Dus eigenlijk in het vrouwenvoetbal al best veel gedaan. Alleen volgens mij was dit weer een nieuwe uitdaging. En dan zit het hem niet in het eerste jaar kampioen worden. Dan zit het hem wel weer in het ontwikkelen van een team. Het neerzetten van een organisatie bij een club. Maar uiteindelijk gaat het ook om verdieping en verrijking weer van mezelf als trainer coach. En of dat dan betekent dat ik ooit terug het mannenvoetbal in ga of de stap naar het buitenland maak. Of, ja, dat zie ik dan wel weer. Maar een belangrijke voorwaarde is wel dan dat je de papieren hebt. Nou, die kan je dan maar beter in je zak hebben. Als dat je op een gegeven moment een aanbieding krijgt en zegt van ja, maar ik kan het niet doen, want ik heb de papieren. Oké, sta je op. Zo ja, en doorspelen. Ben jij zelf ook bezig om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten? Zie je dat als een soort van plicht? Voel je een soort pionier om dat voor elkaar te krijgen? Nee, ik ga niet op de barricade. Nee. Ik ben coach van een vrouwenvoetbalelftal. Waarbij mijn eerste taak is om dat elftal beter te maken. En ik ga niet de feministen uithangen in dit verhaal. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Ik vind het wel mijn taak om Ajax op een goede manier uit te dragen. En er te zijn voor mijn spelers. Dat zou ik doen op het moment dat ik een mannenteam zou coachen. Maar dat doe ik ook op het moment dat ik een vrouwenteam coach. Dat is niet anders. Op het moment dat ik met een team werk, dan is dat mijn team, mijn verantwoordelijkheid. Met heel veel mensen om me heen. Ook heel veel mensen binnen deze club.
Ja, en dat is wel mijn taak en daar sta ik wel voor. Maar het is niet zo dat ik nu op de barricade ga, nee zeker niet. Benno is daar straks begonnen bij Oranje met wat is de stand. Uiteindelijk is dat bij alles wat je doet waar het om gaat. Als je een partij speelt, dan speel je hem om te winnen. Daarvoor speel je. Anders is het bezighouden. En we zijn niet van de bezighoudtherapie. We zijn bezig aan trainen om beter te worden. We zijn een weg ingeslagen met elkaar, met dit elftal. En dat, die weg die willen we door. Eigenlijk loopt die weg een beetje omhoog. Dus we willen naar boven, we willen naar de top. We willen eerst nationale aansluiting bij de top. Nou, dat is gedeeltelijk gelukt. Ja, ik wil meer, het team wil meer. Dus we willen structureel meespelen, echt voor de bovenste plek. Nou, dat is op dit moment denk ik nog één stapje te ver. Als je kijkt naar het team en de teamsamenstelling, tegenstanders, dan moeten we op dit moment tevreden zijn met wat er is. En dan volgend jaar moet je een stap maken. In mijn optiek, ik ben al bezig met het jaar daarna. Dus niet wat nu komt, maar al wat daarna weer komt. Ja, dan moeten we een stap maken, willen we internationaal mee kunnen. En volgend jaar moet je er wel staan. Volgend jaar moet er wel een jaar zijn waarin je, nou ja, gewoon waarin duidelijk is dat je niet tot het laatste moment moet strijden om de vierde plek. En dat je meespeelt om de bovenste plekken. Nou ja, dan hebben we nog wel een stapje te maken. En dat betekent doorselecteren in het team. Jonge spelers erbij blijven halen in de handelsgeest en in de filosofie van Ajax. Dus ook jonge spelers de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen. Wil je iets, ja, dan kun je niet alleen maar je eerste helft hebben, want dan ben je gewoon te kwetsbaar. Je zult dan op termijn iets moeten neerzetten, iets moeten achterlaten, waardoor je gewaarborgd bent. En nu hebben we dan het CTO-team eronder hangen, maar ja, dat is ons opleidingselftal als het ware. Maar je moet gewaarborgd zijn van de toekomst. Dus dat betekent dat je ze eerder binnen moet hebben en dat je er op jouw manier mee kunt werken. Waardoor wat we nu aan het doen zijn in een jaar, eigenlijk al het jaar daarvoor is gebeurd. Dat is wel een beetje de Ajax-filosofie natuurlijk, opleiden. Ja, ja. Maar ja, goed, dat is ook mijn taak. Dat vind ik ook mijn rol. Anders dan hadden ze iemand moeten zoeken die gewoon resultaat brengt. En zegt van nou oké, eerst elftal neerzetten en spelen en gewoon resultaat halen. Maar ik wil graag wat achterlaten en ik vind mezelf buiten dat ik wel voor resultaat ga, maar ook veel meer opleider en iemand die met een team ergens naartoe wil. En dat kan in een periode van 3, 4, 5 jaar. Ja, maar dan moet je daar wel een stap in maken en dan kun je niet tevreden zijn met alleen maar een eerste elftal neerzetten en zeggen van nou dit is het. Oh, dat is jammer Oranje. Goed gespeeld man. Hoe is het gedaan? Ik hoor wel eens om me heen van mensen die roepen het is arrogant en koud. Alles wat ik tot nog toe heb meegemaakt is dat verre van. Ik ervaar het als heel prettig en heel warm. Mooi club.